Gas. Ja, de gevolgen dat de winst met name naar de RST's ging, die waren natuurlijk op hetzelfde kans toch wel moet inleveren op Sander Derks. Start nummer 13. Dus in de baan en dan zometeen de laatste. En zou deze Robert van Dijk daar misschien nog aan mee mogen doen? Drukt hem hier over de streep heen, Robert Verdijk met de FF Sprint Car. Tijdens een rally, volgens mij was het op Zandvoort, dat hij op twee wielen zomaar door een bocht heen ging. Waarbij zijn navigatrice toen in dat geval Lisette Bakker ook wel eventjes had van dit hadden we toch niet echt helemaal. Nogmaals die tijd, 1.47.476, te kloppen tijd. Meteen weer doorkijken, is hij snel genoeg? Ja, en ook Nicky die weet natuurlijk een bepaalde beheersing te hebben.